Hij loopt weer, zie ik. Ja, hallo weer. Welkom terug bij Atelier Typisch Tineke. En weer bij een nieuwe les van mijn 100 schilderijen project. Deze keer nummer 6. Het is weer helemaal klaar voor. Het is vandaag 4 februari. Het is donderdag. Vandaag is het eigenlijk wel heel mooi weer eigenlijk. Het is... Ja, we hebben een paar dagen hartstikke slecht weer gehad met heel veel regen en heel chagrijnig weertje. Maar vandaag was het eigenlijk best wel aardig. Dus ik heb net een mooie lange boswandeling gemaakt. Het is altijd een goed idee dat je even ontspanning neemt voordat je aan je schilderproject begint. Dat doe ik eigenlijk zelf ook. Soms doe ik dat door heel gek te dansen. Soms dan maak ik een lekker wandelingetje met de hond. Dus nu ben ik even naar het bos geweest. Eventjes in Hummelo. Echt prachtig. Bij de Heksenplas. Prachtig. Nou, de voorspelling is dat we dit weekend zelfs sneeuw gaan krijgen. Ja, ze zeggen zelfs 20 centimeter. En dat het 10 graden gaat vriezen. Nou ja, als we de helft ervan aftrekken, zijn we nog blij. Want hoe vaak is er gewoon niet sneeuw voorspeld en dat het niks wordt? En sneeuw, als je de weg niet op hoeft, ja, dan is het mooi, hè? Dus, en aangezien we bijna allemaal de weg niet op mogen, is denk ik voor iedereen denk ik wel leuk. En helemaal voor de kinderen natuurlijk. Dus die gun ik een dik pak sneeuw. Lekker sneeuwpoppen maken, lekker ja, sneeuwballengevecht. Nou, sneeuw is altijd pret. Sneeuw is pret. Gewoon, ik hou er ook van. Dus ik heb al mijn boodschapjes in huis gehaald. En, nou, voor mij mag het dik pak vallen hoor. Ik kan wel een paar dagen, hoef ik de deur helemaal niet uit. En blijf ik lekker binnen. En dan gaan we lekker door de sneeuw wandelen. Vorige les, les 5, zal ik jullie even het eindresultaat van laten zien. En daar heb ik natuurlijk ook weer een mooi sieradensetje bij gemaakt. Dus ik ga jullie even draaien. Ga ik het even laten zien wat het geworden is. Moet ik weer een beetje zakken ook. Kijk. Nou, dit is het eindresultaat geworden. Ik denk, ik kun je weer hele andere kleurencombinatie. Ik heb dus dat losse ding daarvoor hangen. Hè? Wat ik zei, dat was mijn inspiratiebronnetje voor het schilderij eigenlijk. Dus die vormen heb ik ook een beetje aangehouden. Ja, en door dat, ik zal hem even een beetje, oh, stuurt ook nog iemand een appje. Is altijd fijn als je zit te filmen. Kijk, er zit zilverkleur in. En dat zie je wel goed als ik hem even zo kantel. Dan zie je dat het een heel mooi glimmend effect geeft. En ik heb na de afsluiting van les 5, heb ik dit gedeelte nog wat donkerder gemaakt. Daaronder heb ik nog een keer overnieuw overheen gespoten. En ik heb wat meer van het ja, mooie aqua kleur blauw als contrast erin gemaakt. Nou, wat heb ik erbij gemaakt? Ik denk wel een heel bijzonder sieradensetje. Dit is een asymmetrische set. En daar heb ik weer de kleuren. Ik wil kijken of ik dat goed in beeld krijg. Oh, de camera zit daar, hè? Ja, zo. Ik heb daar de kleuren weer, dat oranje, dat groene en dat witte, dat heb ik er weer in gemaakt. Nou, zie je hoe mooi dat combineert met het schilderij. De hanger kost €27,50. En een armband erbij, ook weer met die mooie warme oranje kleur erin. Ja, echt de kleuren van het schilderij erin. €20, altijd mijn armbanden zijn altijd allemaal €20. Ik heb zelf nu een model om... Die ook heel anders is. Het zwart-wit. Dus ik maak verschillende modellen. En een paar oorbelletjes erbij. Even kijken. Niet te veel glimmer zo. Ja. Dit zijn stekertjes. En alle oorbellen zijn bij mij in principe altijd €12,50. Of het moet echt een heel groot apart dingetje zijn. Maar dit zijn oorbelletjes van 12,5. En de hele setprijs voor deze is in de aanbieding voor €65, inclusief verzenden. Dus grijp je slag. Nou, dan gaan we nu beginnen met de les. Ik ga jullie even naar beneden draaien. En ik wens jullie veel plezier natuurlijk. Ik ga met de kleurtjes oud roze aan de gang. En een beetje groentint en een beetje zwart erbij. Dus het wordt weer heel wat anders en ik ga weer andere techniekjes gebruiken, dus geniet ervan, hè. Even naar beneden draaien. Zo, even goed vastzetten ook. Ja.
even dit ook een beetje wegdraaien. Zo, dan kunnen jullie al even zien dat ik hier een mooie oude roze kleur heb. Ik zal ook eventjes mijn muziekje erbij starten. Die moet ik nog wel eventjes op de Bluetooth zetten. Een kopje koffie is er weer bij, uiteraard. Oh, kijk dan wat een lekkere cappuccino met kaneelsuiker erop. Het is een extra dubbel verwennerijtje, dit. Het zijn er 30-30 schilderijtjes, hè. Het zijn canvasbordjes, zijn ongeveer 4 mm dik. Dat is een kartonnen basis met een canvas laagje erop, wat ook al gegessoed is. Dus ze zijn kant-en-klaar om te beginnen. Super handig. En dan ga ik dus alle 100 schilderijtjes allemaal op dezezelfde maat doek doen. Ik begin even met een sponskwastje. En die maak ik altijd een beetje nat. En ik heb hier al even een beetje oud roze gemengd. Dat is rood met wit en een klein beetje bruin. Dan krijg je een prachtige oud roze kleur. En met de sponskwast geeft het altijd even weer een ander effect als met je gewone kwast. En dan zie je dat je met die sponskwast ook heel mooi die verf in elkaar kan laten overlopen. Dat vloeit prachtig uit. Oh ja, deze zilverkleur, of het is een grijze, maar het is eigenlijk een beetje metallic-achtige deze. Die houdt ook een mooi glansje. Oh ja, wat ik ook altijd gelijk even moet doen is de zijkant, hè. Ik neem ze altijd even mee. Nou zul je deze misschien wat sneller in een gewone lijst doen. Dus het is niet altijd nodig. Als je hem in een echte lijst doet met glas, dan zie je die randjes meestal niet. Maar deze kun je ook gewoon op een richeltje neerzetten of zo. Dit hoeft niet helemaal niet per se ingelijst te worden. Ik heb daar trouwens al wel een heel erg leuk idee voor wat ik ermee ga doen. Maar daar kom ik later even op terug. Je ziet hoe mooi die kleur inblendt. En dan was ik van plan om even een hele donkergroene te maken. Dus dit is mijn donkerste groen die ik normaal gesproken los in de fles heb. Maar dan doe ik een klein beetje zwart door. Ik wil eigenlijk een hele donkergroene maken.
Nou, je hebt maar een heel klein beetje zwart nodig, hè? Dat zie je wel. Maar dit is wel precies de mooie donkergroene kleur die ik wil. Dan zie je ook wat voor contrast dat wordt, hè? Kijk, dan, nu is het wel belangrijk om gelijk die zijkant even goed mee te nemen. Want omdat het een gemengde kleur is, krijg je nou niet zo makkelijk exact dezelfde kleur weer. Dus het is wel handig om dat gelijk even goed te doen. Zie je hoe fantastisch die kleuren daarin blenden. Dat is echt met de sponskwast. Dat heb je echt met een gewone kwast. Ja, niet zo mooi als met de sponskwast. Met de vingers doe ik het ook wel eens. Ja, dan heb je weer een heel glad effect. En hiermee heb je echt ja, dat sponsachtige effect. Wat, gewoon, ja, wat ik gewoon heel mooi vind. Tussendoor sponsjes uitspoelen, dat is nooit zo'n succes, want dan blijf je, ja, dan wordt je sponsje wel heel erg nat. En als het te nat is, ja, dan wil het ook, dan werkt het gewoon niet meer goed.
lagen over ons huis. Die konden jullie zelfs horen, denk ik. En je ziet als het laagje nog niet helemaal droog is, dan blendt hij nog mooi. Als het droog is, gaat dat niet meer. Ga ik even lawaai maken met de föhn, denk ik. Oh, hier is het nog een klein beetje. Ja, dat spontkwastje moet je dus nooit in laten drogen. Ik zet hem nu gelijk in mijn water en daarna gebruik ik hem eigenlijk dan meestal niet meer. Als je ze laat drogen, dan kun je ze weggooien. Maar als je ze gewoon even nat houdt,
en goed uitspoelt en laat drogen, dan kun je ze echt keer op keer weer gebruiken. Dus dat gaat hartstikke goed. Ik zet hem nu in het water dat hij goed nat blijft. En dan kan ik hem de volgende keer weer gebruiken. Ik ga even met de föhn aan de gang. Dus ik maak even willen wat lawaai. Ik heb hem iets te ver weg gelegd, zie ik. Oren dicht mensen, daar komt ie. Ik ga nog een beetje donkergroen maken. Dat is de trein. Ze hebben allemaal lawaai vanmiddag. Dan heb ik al een pakjesbezorger aan de deur gehad, terwijl ik er niet op gerekend had. Een vliegtuiglaag over, de trein die toetert. Oh ja, mensen die appjes sturen als ik aan het filmen ben. Dat is een beetje mijn eigen schuld, ik kan het natuurlijk ook uitdoen. Maar ik draai mijn muziek via de telefoon tegelijkertijd, dus ik kan, die heb ik gewoon even nodig dan, hè. Maar ja, het is Clojo video, hè mensen, dus het hoort er allemaal bij.
Dit is een metallic, een beetje rozige tint. Ik ga even kijken of het leuk is om hier wat druipers mee te laten maken. Kijken of dat lukt en ook kijken of ik hem eerst dunner moet maken. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het eigenlijk wel. Even een beetje water bij sprayen. Oh, kunnen jullie zien wat er gebeurt? Nee, een beetje. Even kijken waar mijn waterbusje is. Nou, dan gaan we zo'n handje helpen. Deze verf is dus eigenlijk net te dik om te laten lopen. Met gewone acrylverf, als je dat goed nat maakt, gaat dat beter. Maar die metallic blijft toch een beetje dikker, hè, zie ik. Maar goed, zo gaat het ook goed komen. En eigenlijk ga ik dat aan deze kant ga ik dat ook even doen. Ik zal jullie een beetje naar boven draaien, want dan kun je het iets beter zien, denk ik. Zo. Ja. Ook even proberen met de föhn. Misschien dat ze dan iets beter gaan lopen. Ja, je moet van alles proberen. Ik doe ook niet altijd alles van tevoren in de winkel. Nou, daar gaan ze niet heel veel harder van lopen. Dus ik ga ze toch even net als net een handje helpen. Ga ik het wel een beetje aandrogen, want anders ga ik er waarschijnlijk doorheen. Dus ik ga even willen lawaai maken. Als er maar een klein vliesje op zit, dat het niet helemaal, dat je er niet doorheen. Maar ik zie wel dat het nu al best nog wel nat is, hoor. Dus gewoon een beetje uitkijken.
Dit is de Lamp Black, dus de echte zwarte. En ik doe maar wat, hè. Dit is weer geheel uit buikgevoel, hoor. Dus een keer niet zo netjes, dat is ook wel eens een keer leuk, hè? Dat het niet per se heel netjes hoeft. Ik heb die zwart dus iets een beetje water bij gedaan, dat je iets meer vloeit. Ik krijg een beetje inkt idee.
even met bubbeltjes plastic weer wat doen. Even kijken, dan kan ik best eventjes de een grote kwast pakken. Ik ga even hier. Kunnen jullie dit zien? Even kijken. Ja, dat kunnen jullie zien. Bubbeltjes naar beneden, mensen, anders stempelt het niet. Mijn bedoeling was om het een beetje in dat donkere gedeelte te doen. En nu is de kunst om het niet te gaan schuiven, want als je het schuift, dan ben je het effect kwijt van je bubbeltjes. Oh, leuk hè? Nou, zo zie je dat je met hele simpele middelen gewoon een superleuk effect krijgt, hè? Want dit ziet er al best wel geinig uit. Even kijken, 42 minuten. Even kijken wat ik er nog meer aan kan gaan doen. Ik had hier nog een licht roze spuitlus klaargezet, maar die ga ik niet gebruiken. Ik vind het nu al druk genoeg eigenlijk. Nog even een klein beetje met zwart. Ik vind het mooi als het zwart dan ook echt heel diep zwart is. Dus ik zet de streep nog een keer goed aan dat het echt helemaal diep zwart is. Nou ja, en ik loop nog even na of ik alle zijkantjes even meeneem.
Nou, dit is de finishing touch. Even met wat stipjes nog. Gewoon met een gewone, normale spijker. Ze wel graag mooi rond hebben. Het is meer een vlekje. Nou, tot zover ben ik wel eventjes tevreden, denk ik. Ik zal het even aan jullie... ik zal even de camera een beetje draaien. Oh, daar heb ik twee handen voor nodig, zie ik al. Upsakee. Ja. Zo. Ik zie dat we op 50 minuten zitten. Nou, dat is wel weer prima voor een schilderijtje. Dit is het geworden. Heel wat anders weer, hè? Maar dat is het mooie van schilderen en van abstract schilderen. Daarom hou ik er zo van. Je weet van tevoren nooit wat het wordt. Ja, ik word hier wel weer heel blij van. Misschien dat ik er nog iets aan doe, maar ik denk niet dat ik hier heel veel aan ga doen. En ja, wel weer behoorlijk wat techniekjes in gebruikt. En het leuke is... En dat geldt eigenlijk voor al mijn schilderijen. Er zit geen onder- of bovenkant aan, hè, mensen. Dus kijk even, dat kun je dus alle kanten opdraaien. Oh, dat is nog een beetje nat. Maar welke kant je het ook neerzet, het blijft altijd spannend. Want je kunt gewoon het schilderijtje op verschillende manieren weer gebruiken en ophangen. En dat is eigenlijk het leuke van abstracten. Het is niet realistisch. Dus je kunt eigenlijk je eigen verhaaltje erbij bedenken. Je kunt er iedere keer andere dingen in zien. Iedereen ziet er ook wat anders in. Want er zijn mensen die zeggen, oh ja, als ik dit zelf zo zie, dan denk ik, oh, dit is een onderwater. Het is een beetje koraalachtig. Bijvoorbeeld. Kan. Maar je kunt er ook dingen in de lucht in zien. Of een boom. Je zou het ook zien als een boomtak. En dat is het leuke van abstract schilderen en dat abstracte werk bekijken. Dat je je eigen gevoel erin kan leggen en erin kunt zien wat je er zelf in ziet. En dat is voor iedereen weer anders. En ik vind het gewoon heel leuk dat ik van tevoren... Ik heb nooit een plan. Ik weet nooit van tevoren hoe het wordt. Ik heb geen voorbeeldjes waar ik mee werk. Het enige wat ik eigenlijk altijd doe, is dat ik gewoon intuïtief even uit buikgevoel een paar kleuren uitkies. Niet heel veel, want ik heb er zelfs nu eentje helemaal niet gebruikt, zie ik. Ik had hier nu op liggen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kleuren. Nou, dat is eigenlijk nog best wel veel. En dat kwam ook een beetje omdat ik die kleur oud roze wilde mengen. En die had ik niet in een flesje klant-en-klaar. Dus daar had ik al 3 kleuren voor nodig om die oud roze. Ik had een oud roze gevoel. Vraag me niet waarom. Dus ik had zoiets... meestal is 5 kleuren of zo, 5, 6 kleurtjes... is eigenlijk al waar mijn meeste schilderijen al mooi mee ontstaan. Want je mengt ook iedere keer weer kleurtjes... waardoor er weer nieuwe kleuren ontstaan. En dat maakt het ook weer spannend. Want weet je, als je alleen maar de kleurtjes uit de fles gebruikt... dat is best saai, hè? Dan ben je natuurlijk best beperkt in de kleuren die je hebt. En dan pak je ook iedere keer diezelfde kleuren weer. Maar juist door het met elkaar te mengen. In dit geval heb ik het dus met het sponskwastje gedaan. Hè? Dat je die kleurtjes in elkaar overwrijft. En dat je dan, dan krijg je dus deze mooie kleur overlopen. Zoals dit. Daar krijg je prachtige overlopen van. En dan krijg je dus kleuren die je eigenlijk van tevoren niet kan bedenken. Maar die ontstaan dus op je schilderij. Dat is dus wat ik heel leuk vind. En dat maakt jouw schilderij ook anders dan die van een ander. Want dit zijn kleurtjes die je zelf
die zelf van jezelf ontstaan. Nou ja, en zo ontwikkel je dus een beetje je eigen stijl. Dat is een beetje hoe het werkt. Dat je dus inderdaad je eigen vormen, je eigen kleuren, je eigen technieken. En als je dan bijvoorbeeld een beetje teruggaat. Hè, ik weet niet of jullie dat ook wel eens als kind vaak tekeningetjes maakten. Ik deed dat vroeger altijd in agendaatjes. Of als ik aan de telefoon was, maakte ik een klein krabbeltje op een papiertje. Nou, die vormen, meestal blijven die heel lang bij je. Dat zijn meestal de vormen. Bij mij is dat dus altijd organisch. Ik ben altijd van organische vormen, ronde vormen, natuurlijk. Maar je hebt ook mensen die vinden het juist heel mooi als ze steeds blokjes tekenen. Dus heel strak. Dus blokkerige patroontjes. Dat is iets wat, ja, weet je, dat het kan bij jullie dus zo zijn. Dat je zo'nzelfde soort schilderijtje maakt als dit, maar dan met hele blokkige vormtjes. Want als dat jouw natuurlijke manier van een tekening maken is, dan ontstaat er weer heel wat anders. Of juist heel erg driehoekig, hè, puntig. Dat kan ook. Maar dat is dus een beetje waar je een beetje mee moet spelen. Hè? Want je kunt het naschilderen. Dat vind ik prima hoor. Dat mag je allemaal zelf weten. Maar als je je eigen stijl wil ontwikkelen, dan kun je dus zo'nzelfde type schilderij maken als ik doe. Maar je kiest dan wel je eigen kleurencombinatie uit. En je gebruikt je eigen vormen die bij jou passen. Dus als het heel vaak rondjes zijn. Dat deed ik dus vroeger ook vaak. Dat zie je bij dat grote schilderij hierachter. Hier heb ik heel veel rondjes in gebruikt. Want ik vind het ook heel leuk om cirkeltjes te tekenen. Ja, waarom weet ik niet. Dat is nou eenmaal zo. Weet je, dat zit toch een beetje in je. Daar is ieder mens gelukkig ook verschillend in. En zo heb je net zoveel verschillen in mensen die zeggen van, ik vind het heel leuk om realistisch te werken, om iets na te schilderen. En daar heel precies in zijn en daar heel goed in worden. Daar heb ik persoonlijk het geduld niet voor. Ik zou het ook wel willen hoor. Maar daar ben ik gewoon weer niet goed in. En ik vind eigenlijk, je kunt jezelf uitdagen door juist iets te gaan doen waar je helemaal niet goed in bent. Maar ik heb het meeste plezier. Ik haal er zelf het meeste plezier uit als ik gewoon helemaal los kan gaan met kleuren en vormen. En dat is het leuke van werken met acrylverf op deze manier. Niks is fout. En als er eens een keer iets ontstaat wat je niet zo mooi vindt, is dat ook niet erg. Want je kunt er met gesso altijd weer een laagje overheen doen. En dan kun je weer opnieuw beginnen. Of dat je juist een gedeelte die je wel leuk vindt, dat hou je dan vrij. Hè? Die bewaar je als het ware. En dan schilder je eromheen weer iets met gesso of een andere kleur. Dat kan ook gewoon. Waardoor je de mooie stukjes bewaart. En de minder mooie stukjes die je zelf niet zo goed in het schilderij vindt passen, dat je daar weer een nieuw laagje overheen zet. Nou, dat is het leuke van deze manier van schilderen. En het leuke is dat je zoveel technieken kan gebruiken. Hè? Want dat kun je echt met aquarelverf en met olieverf. Dat heeft ook zijn charmes, ieder op zijn eigen manier. Maar ik ben hier zo dol op, omdat je al die techniekjes kan gebruiken. Dat vind ik dus zo leuk. Dus nu hebben we met de sponskwast gedaan. We hebben met de gewone kwast wat gedaan. We hebben gestempeld. Oh ja, met de bubbeltjes plastic gedaan. Ja, je kunt zo gek niet bedenken. Hè? Dus ik ga ook later in andere lessen nog even aan de gang met dat je er echt relief in maakt met stof. Of relief in met dingetjes erin plakt. Dat kan ook. Dat gaan we ook nog een keer doen. Maar dat is het spannende van dit materiaal. Daarom ben ik word er altijd heel blij van. En ik hoop het een beetje aan jullie over te dragen. Nou, ik ga er nu weer mee stoppen. Ik wens jullie een fijne avond verder of middag, wanneer je het ook kijkt. Of misschien nog wel verder een leuke nacht. En ik zie jullie graag weer bij de volgende les, les 7. En dan laat ik het eindresultaat even zien van deze les. En ik ga er weer een sieraadje bij maken, hè? Of een setje bij maken. Daar heb ik nu alweer zin in. Want dit is een kleurencombinatie die heb ik denk ik ook nog niet zo vaak gemaakt. Dus het is ook alweer leuk om daar weer iets van te maken. Dus tot zover. Dag mensen.